tussentijd is het ook lekker prachtig weer buiten. Kan jij die wil eten wilt. Tussentijd zit ik even de Twitch even erbij te werken en te regelen. Zo, en dan heb ik lekker live gestreamd op Twitch. Maar niet alleen, ik ben er met iemand nog samen op Twitch geweest. Super tof, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En ik zet net de radio aan. Dus dat had ik eigenlijk aangegeven, maar... Ja, goed aangegaan, denk ik. Maar in ieder geval, ik hoor de wekker. Die moet ik even uitzetten. Oh. Het is nu 5:46. Ik ga lekker koffie zetten. Kan je eten geven? Ook nog. Ja, kan je. Komt eraan. Zo. Maar even koffie zetten. Kan je eten geven? Ja. Komt eraan. Zo. Ja, jongen. Komt eraan. Zo. Hoppakee. Ja, jongen. Alsjeblieft. Zo. Nu even lekker koffie zetten. Lekker wakker geworden en wel. En nu lekker een bakje koffie, een bakje pleur voor gummer, voor geen gezeur. Alles in ieder geval aangezet. Mijn radio. Zo. Zo, even een bakje pleur voor je goede mer. Maar even lekker zetten. Tussentijd in de muis. Taartje, een kubbe. Zullen we een elastiek pakken voor even een knotje te doen. Zo. Even maar doen. Zo, dat is gedaan. Even zal ik hem melk en suiker in gooien. Klaarmaken om lekker te werken en even te editen. En dan ga ik maar even lekker pakje pleur voor goede humeur drinken. Zo, bakje is klaar. Nu maar lekker koffie drinken maar. En ja, editen erbij. Nou, we zullen het maar even lekker doen. Alleen even deze neerzetten. Hoppakee. Dus die heb ik gehad en nu maar lekker even editen. En dan vind ik op de helft van deze week. En ik moet nog 2 dagen werken. Nu al heerlijk gewicht aan werken. En moet nog 2 dagen en dan heb ik weer weekend. En er komt al wat plannen. Morgen gaan we wat leuks doen, maar dat gaan jullie morgen horen. In ieder geval nu maar richting werk toe. En dan zien we voor de rest al. Eigenlijk even wat de dag is. Maar dat heeft iedereen wel. Denk ik. Maar... Laat maar nu maar lekker richting werk gaan. Lekker werken. En dan zien we voor de rest wel hoe het gaat. En hoe de dag vandaag loopt. Misschien, we wouden gisteren natuurlijk, Gio en ik wouden gisteren al proberen om samen FIFA te spelen. Maar gaan we gisteren. Maar willen we vandaag even proberen. Dus dat gaan we sowieso even doen. Proberen vandaag. Misschien FIFA te spelen. Nu zeg ik graag nog over hebben. Dus niet gelijk dat het zo is. En misschien weten dat ik op ga nemen. Dus dan gaan we ook nog even bekijken. In ieder geval nu weer richting werk. En dan zie je veel voor de rest hoe de dag gaat lopen. Dus lekker richting werk. Zo, en dan ben ik net thuis gekomen. En wel tussentijd. Maar even mijn knotje uit als het lukt. Zo, hoppa. Hoppa. Zo. Ook even lekker. Tussentijd even vlog, computer aanzetten. En lekker radio aan. Ook even lekker om te doen. Tussentijd even ding aan de kant. Dan kan ik deze neerzetten. Zo, hoppa. Kan ik jullie daar neerzetten. Oh, zo. Oh, even lekker mijn haren los hoor. De knijters. En dan nu maar lekker editen.
Dus laten we dat dan maar ook even doen. En misschien nog even één bak koffie. En dan zie ik voor de rest wel wat gaan doen. Ik had eigenlijk Gio al bericht gestuurd, maar ik weet niet of hij gereageerd heeft. Ik kan nu even kijken. Nee, kan ik ook op de computer kijken. Want daar heb ik ook WhatsApp. Even kijken. Nee, hij heeft niet gereageerd. Maar wel twee vinkjes. Dus ja. Even en dan klaarmaken om te relaxen. Laten we dat ook maar even lekker doen. Die laat ik wel openstaan. Zo. En dan ga ik nu maar even maar koffie zetten, denk ik. Daar heb ik wel trek in. En dan zien we voor de rest wel wat we gaan doen. Ja, in ieder geval kattenbak schoonmaken. Want dat moet ook al gewerkt. Ik zag gisteren doen, maar ik was het helemaal vergeten. Ik zat helemaal in focus. Rustmoment. Want, ja, door de privéstandigheden is heel veel dingen energie. Maar ja, dat doe ik ook wel lief voor mezelf hebben. Ik zit nog gewoon meer te zeggen. Niet lekker in mijn vel, om zo te zeggen. En ja, en ik wil dat niet op YouTube hebben. En dus vind ik gewoon privédelijk allemaal. In ieder geval even een bak koffie. Voordat ik helemaal in de details ga. En wat ik ook ga doen is even mijn kattenbak doen. En koffie zetten. Zo. Zo. Daar heb ik ook wel even trek in. Zo. En nu maar lekker koffie zetten maar. Laten we dat maar lekker doen. In ieder geval, wat ik al zei, lekker koffie zetten. En dan zie je voor de rest wel. En dan heb ik kattenbak gedaan. Al heel snel, een paar seconden tijd. En lekker koffie al gezet. En dat is nu maar lekker dingen achter de computer. En dan even computer aanzetten. Computer heb ik al aangezet. Maar tv aanzetten. Om lekker te relaxen. Alleen even dingen wegdoen, als deze en deze. En edit het programma aanzetten. En dan even editen met een bak koffie erbij. Zo, wat ik even ook nog even ga doen is eigenlijk de was. Dat moet ook nog gebeuren. In de tussentijd is het ook lekker prachtig weer buiten. Kan jij die wil eten wilt. Maar ik ga eerst even de was doen. Even kijken hoor. Is het wit? Wel, witte was. Doe deze wel. Zo. Hop, doe die erin. Zo. Zo, kastje weer dicht. Wasverzachter erin. Ook even lekker natuurlijk. En voor mensen die ook vragen hoe doe je de was. In ieder geval alles erop en eraan. Nou, simpel. Voor mensen die het weten. Ik doe altijd meestal snelle was op 30 graden. En ik kan wel uitleggen eigenlijk ook de wasmachine, maar altijd is verstandig. Nou, laten we eerst zo zeggen, elk wasmachine is anders. En ja, het is heel moeilijk om uit te leggen, maar ik doe altijd snelle was op 30 graden. En meestal alles 30 graden, behalve eigenlijk sokken en onderbroeken, die doe ik altijd 40 graden, omdat dat vuil viezer is dan normaal. En alleen één ding wat niet kan is eigenlijk deze, wat hier staat. Ik denk, heel vies geur hier, heb ik al gedacht. Hele vieze geur. Zo, die heb ik daar neerleggen. Zo, wat ik ook wel even ga doen, is eigenlijk deze emmer water even goed. Even. Zo smerig, de geur. Zo. Terwijl ik heel vaak al heb gewassen. Dus ik weet niet hoe het nu komt. Dat hij zo vies blijft. Dat vraagt me zo af. Ik heb het al. Dit is voor mij dan de derde keer. Namelijk dat ik dit aan het schoonmaken ben. Ik denk dat ik nog één keer doe.
dan vind ik het gezegen. Alleen even deze wat. Kijk maar, kijk ook hoeveel die wat, hoe vies de water is. Alleen maar voor deze spul. Zo. Doe maar even soda in. Ik zal de andere kant gebruiken, waar die open is. En dan kom ik maar even nieuwe halen, soda. Zo. En dan maar wachten tot die weer goed is. Want het blijft gewoon niet schoon. Kijk, nu doe ik even dit. Zo. Zo. Hoppakee. En laat ik hem hier staan, want ik ben al een hele tijd aan het weken. En op het moment is ik klaar om het weken, vind ik zelf. Maar wat ik ook ga doen is even, dadelijk even. Denk YouTube. Nee, niet YouTube. Nou, eerst maar even kan je eten geven. Oh, hoe laat is het nou? Nee, ik vind het veel te vroeg. Je krijgt zo meteen over een paar uurtjes eten. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is ik ook even lekker ga op Twitch gaan live. Laten we dat even maar even doen. Een paar uurtjes. Kijken hoe lang ik ga en dan voor de rest zien we wat ik ga doen. Tussentijd zit ik even de Twitch even erbij te werken en te regelen. Ja, even te bewerken. Maar wat ik ook moet doen is eigenlijk. Ah, ineens een klit in maar. De was even uitruimen, want die ging net af dat die klaar was. Jou ga ik ook zo meteen eten geven. Komt goed, jongen. En eigenlijk, als ik zo nadenk, voor mensen die erachter gekomen zijn, ik was trouwens vandaag maar 2 uur aan het werk. 2 uur maar, echt best wel kort. Maar, gaan we even deze rek pakken. Gaan we even de was ophangen, vouwen. Vouwen doen we na als hij droog is natuurlijk. En ik zie wel, volgens mij gaat daar iets gebeuren bij de gemeente. Oude gemeente, plek bij het oude gemeentehuis. Daar zo. Ze zijn er, er zat allemaal zakken met zand. Ik denk dat ze daar nou gaan bouwen. Maar ik ga nu in ieder geval even de was ophangen. Laten we het nu doen. Zo, en dan heb ik lekker live gestreamd op Twitch. Maar niet alleen, ik ben er met iemand nog samen op Twitch geweest. En dat is... Tjie! Tada! Maar het was wel even leuk, hè, op Twitch. Ja. Hoe vond jij de ervaring? Dit is de eerste keer dat je op Twitch bent. Nou ja, nee, niet meer de eerste keer, want we zelf was de eerste keer. Oh, jij bent vaak trouwens inderdaad op Twitch. Zo. Wauw, dat is slecht van mij. Maar FIFA is toch iets anders, want jij bent meer aan het praten. Als ik FIFA aan het spelen ben, ben ik gewoon meer geconcentreerd. Ja, maar de enige man ben ik het ook, maar ik probeer ook... En oh, wacht, ik heb kijkers. Of ja. Ik heb mensen die kijken, weet je, zo denk ik erover. Ja. Dus, maar zometeen gaan we denk ik, als ik kan en mag, mee boodschappen doen. Yep. Dus dan gaan we dat ook even doen. Ik ben wel benieuwd voor we gaan eten. Ga je zeker op actie een baan kunnen doen? Hè? Bami. Ja, of taco's of... Oh ja, daar hebben we trouwens voor gekeken een keer samen. Taco's of Spiraans. Tussentijd zitten wij even live te kijken op stream van... ik Fox wel, zoiets. Maar ik had al een leuke stukje, maar ik weet niet of ik... Ik ga dat niet zelf in een vlog gooien, maar ik had er ergens iets om haar stuk. Maar dat ga ik niet zomaar pakken of wat dan ook. In ieder geval... Ja, want we willen even terugkijken. Ik wil minstens wel aan hem laten zien. Dus... Maar het is wel leuk even live te kijken eigenlijk. En om live te gaan, vooral. Maar in ieder geval, dank je voor het goed doen. En voordat we dat doen, zien jullie een paar beeldjes van Gio en ik dat we live waren. Kijk, veel kijkplezier. Oh, die is een goeie, denk ik. Noorwegen, spits. Van. Ach, nee! 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 Meen je dit? Ik heb gewoon Haaland! Haaland! Nee! Ik heb gewoon Haaland! What the fuck? Ik hou gewoon Haaland uit de pekken, dames en heren. Oh my god. Een hoge steekbal. En een volley. Donnarumma, prachtige redding.
Liverpool richting doel tegenstander. Jordan Henderson. Ja! Opa! Jordan Henderson. Thiago. Fabinho. Bal bij Mo Salah. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Doelpoging. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren zijn voeten ook. Corner voor het doel gebracht. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. En daar de goal van Liverpool. Fabinho. Hij pakt de bal en begint dan uit. Boom! Koekoek, wat een doelpunt! Hij houdt die bal mooi laag en daardoor is hij moeilijk te pakken voor de doelman. En dan ben ik al terug van de winkel. Zijn we al snel even heen en weer geraakt. Maar het wil iemand natuurlijk ook eten. En dat is Kanja. Jouw uit, hè? Ja. Ja, die ga ik jou eten geven, jongen. Ja. Zo. Ja, ik wil eten, hè, jongen. Hè? Poef? Poefie? Poefie? Hè? Ja, al moet ik jou het beeld houden. Nou hoe je wilt. Dat je eten wordt en dat je eten ziet. Ja. Ja, komt eraan, jongen. Ja, 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 ja. Oh, hij staat altijd zo. Ja, dat weten jullie allemaal wel. Ik wou zeggen, hij zit heel... jullie weten het al dat hij vaak zit te trappelen om eten. Je ziet al wel op een beeld dat hij helemaal gek wordt dat hij eten wilt. Nee, alsjeblieft, jongen. Zo. Maar dan ga ik zo meteen ook klaarmaken om zelf dadelijk te eten. En dat is... Ik weet het niet meer. Ik ben mee geweest, maar ik weet niet meer wat het is. Herkenbaar voor jullie dat je iets... Dat je weet dat je eigen eten... Maar dat je wel ook weer kwijt bent wat je gaat eten. Nou, dat heb ik wel eens vaker. Tussentijd probeer ik iets te downloaden. Op mijn computer, maar ik hoop dat het lukt. Nou, hij is al bezig denk ik, zo te zien. Dus ik moet even wachten tot hij het weer doet. Dan gaan we die maar lekker dadelijk downloaden. Al iets beter en lekker nu YouTube kijken. En dan ga ik kijken tot het tijd is om het te eten. Ja, daar ga ik nu op wachten. Zo, dan heb ik lekker gegeten en ik weet nog steeds niet hoe het eet. Er was iets met chips, gehakt, groenten. Maar ik weet alleen totaal niet wat hoe het heette. Maar ja, in ieder geval wel lekker gegeten. Gewoon een kwart bord op. Echt een bom vol ervan. Maar ja, in ieder geval nu weer lekker relaxen. Dadelijk een begeleidmoment om 8:30. En dan denk ik klaarmaken. Daarna denk ik lekker slapen. In ieder geval nu lekker achter de computer. Lekker YouTube kijken. Dus laten we dat maar ook lekker doen. Even relax achter de computer. En lekker YouTube kijken. Dus laten we dat nu maar lekker doen. En dan ben ik lekker relaxen en klaarmaken om... Het is al bijna 9:30 weer. Poh, jongens. Waarom heb ik dat weer? Dat ik zo laat ga slapen, terwijl ik een keer op tijd wil slapen. Maar ik moet sowieso 9 minuten wachten voor mijn was. Want die zat nou te draaien. Dus. Ook al dat die wat doet trouwens. Maar ja, in ieder geval daarop wachten. En dan ga ik klaarmaken om te slapen. Lekker wat ik vooral kan volgens doen. Ik heb Gio aanstaan. En omdat YouTube kijken. En we hebben, Gio en ik hebben geprobeerd om samen FIFA online te spelen. Maar dat lukt gewoon niet. Maar ja, het is niet anders.
rolgordijn vast naar beneden. En we hebben het heel veel achter het scherm. Ja, als jullie livestreamen op Twitch terugkijken, dan kunnen jullie horen waar we allemaal over gehad hebben. Al is het 2 uur. 3 uur zelfs, de klein was. Maar het is gewoon zo irritant dat het niet gelukt is eigenlijk. Vind ik. Maar ja, ik weet niet of jullie dat weten. Kan je via computer tegen PlayStation spelen? Laat even weten in de reactie, want ik ben zo benieuwd naar of het mogelijk is of niet. En ik ben daar wel benieuwd naar. Misschien weten jullie dat. En zo ja, laat het weten in de reactie. Tussentijd ga ik nu lekker verder hier kijken. En daarna even nog alleen wassen bevouwen. En dan ga ik klaarmaken om te slapen. Morgen weer echt wel slapen, want ik ken mezelf. Ik blijf dan hangen. Of ik ga weer naar iemand kijken naar Twitch. Of ik ga TikTok kijken. Eén van die twee altijd. Maar ja. Dat dan niet gaat gebeuren, dat ik gewoon gelijk echt wel ga slapen. Maar ik ga het wel zien. En jullie gaan het morgen horen. En dit is wel een beetje een lange vlog, denk ik misschien. Maar ja, ik heb wel iets te doen, dat ik wat doe. En ik kreeg al reacties van iemand die ik ken. Ga eens een keer naar buiten, ja. Maar wie en hoe en wat? Wat moet ik doen? Ja, buiten lopen. Ja. Nou, in ieder geval ben ik wel met Gio geweest. Even boodschappen gedaan natuurlijk. En dat is enigszins eigenlijk tot nu toe. En verder eigenlijk niet veel. En dat is... Ja, ik ben niet zoveel buiten. En dat is denk ik... Ik heb zitten kijken naar alle YouTubers te volgen. En algemeen YouTubers heb ik niet zo, om zo te zeggen, grote vriendengroep. Dat heb ik ook niet echt. Maar het belangrijkste is wel dat je beste vrienden zijn. Echte vrienden die je hebt zijn je echte vrienden, om zo te zeggen. Maar ja. En ik zit te denken, maar dat weet ik niet zeker, als Roxy Fox wel kijkt. Ik weet niet of ik ga uitspreken. Of een keer samen iets kunnen doen. Lijkt me een leuk idee. Op Twitch samen. Dus laat even weten in de reactie. Ik ben wel benieuwd naar. Dus tussentijd ga ik nu maar even lekker Gio kijken. En dan... was ophangen en voor de rest zie ik wel. Dus laten we dat in ieder geval maar lekker doen. Ja, dan heb ik alles al gedaan. Even dingen op computer zitten editen. En nou klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Om bijna 10 uur. Alleen nog even een paar vlogbeelden op mijn computer. En dan ben ik helemaal dan klaar. En dat heb ik gehad van vandaag. Ga ik lekker radio uitzetten. Vast lekker opgangen. We zijn ook droog. Deze droog. Gordon nu is lekker aan het drogen. Beetje vochtig allemaal, maar het beste is best wel droog dit allemaal, denk ik wel. En dan ga ik klaar maar en dan ga ik morgen weer werken. Morgen ga ik wat anders aan doen. Dan ga ik wel iets avontuurlijks doen. Dan ga ik in ieder geval wel naar buiten. Waar ik over had. En dan ga ik jullie allemaal morgen zien. Maar ik kan niet helemaal filmen, maar ik denk dat ik tussentijd daarna misschien Twitch ga doen. En dan... Ja, ik zie het wel hoe de dag morgen loopt. En in ieder geval, nu maar klaarmaken om naar bed toe te gaan. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken deze vlog. Ik hoop jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe er sowieso even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zal het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een groene vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! Fiets, Fox wel. Op YouTube en op Twitch. Ik zeg, kijk maar. Ik zei eigenlijk dat ik niet zou slapen. Dat ik dan weer op tijd zou gaan slapen. Maar toch is het gebeurd. En... Zo, Gio, je hebt wel lekker weer uitgekozen. Ja, jongen.